Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma behandelen we de ontwikkelingen rond het COVID-19 virus. In deze aflevering heb ik op bezoek mevrouw Martelise Eersel, COVID-crisis manager van het ministerie van Volksgezondheid. Maar voordat we naar mevrouw Eersel gaan, even de laatste statistieken. Er zijn 3724 personen positief getest. Daarvan zijn er 799 actieve gevallen en helaas hebben we 62 personen die zijn overleden aan het virus. 2863 personen zijn inmiddels genezen. Mevrouw Eersel, eerste vraag, wat betekenen deze statistieken? Deze statistieken betekenen dat COVID er nog er is in onze samenleving en dat het nog overdracht is. Er zijn bijkans 800 actieve gevallen. Dat zijn mensen dus bij wie het virus is vastgesteld. Die mensen zijn of in isolatie in KKF of in de Wanica ziekenhuis of de andere ziekenhuizen. Of ze zijn in thuisisolatie. Deze cijfers laten ons zien dat we nog de maatregelen vooral moeten naleven. Ja? En iedereen kent die maatregelen. Ja. Ze zijn overbekend. En zodra je die maatregelen overschrijdt, dan is de kans op overdracht groot. En dan gaat die teller alleen stijgen. En wij willen vanuit Volksgezondheid dat die teller niet meer stijgt. En daarom is de samenwerking met de totale samenleving noodzakelijk. Even de eerste vraag die we altijd stellen aan onze gasten. Hoe gaat u om met de situatie? Hoe ik zelf omga? Ja, persoonlijk. Nou, ik ben altijd voorzichtig. Vanaf maart heb ik altijd de maatregelen die voorgesteld worden in acht genomen. Ik ben sinds maart nooit meer naar een feest gegaan. Oh, oké. Okay. Nooit meer naar een huispartijtje. Nooit meer in een restaurant gegeten. Omdat ik in mijn directe omgeving oude mensen heb. En ik wil geen kans lopen dat ik het krijg en die mensen besmet. Ja toch? Dus je moet je gedrag aanpassen. Wie niet aanpast, die gaat de gevolgen ondervinden. En die aanpassing is niet voor altijd. Je gaat een paar maanden van je leven ga je moet aanpassen, toch? En dan hopelijk is er een vaccin en dan kunnen we allemaal weer naar het oude leven gaan zoals we hadden. Maar zolang er geen vaccin is, gaan we allemaal, alle Surinamers, ons leven moeten aanpassen. U gaf net aan, u bent niet naar feestjes geweest vanaf maart. U bent ook nauwelijks, of u bent ook helemaal niet naar restaurants geweest. Wat doet het met u op sociaal vlak? Dat u toch geen contact heeft met anderen zoveel als voorheen? Ja, dat is erg, maar gelukkig hebben we nu zoveel social media. Je hebt die, je kan WhatsAppen met mensen, je kan ze bellen. Je kan zoveel mogelijkheden om met mensen in contact te treden. Natuurlijk mis je het nauwe contact. Je wil mensen ook een brassa geven. Precies. Een warme omhelzing, iemand die je lang niet hebt gezien. Ik heb ook kleinkinderen, willen brassa nemen. Maar dat hebben we even geparkeerd en het vereist gewoon discipline van jezelf en van je omgeving om dat vol te houden. Alleen op die manier kunnen we de overdracht in onze samenleving behoorlijk terugbrengen. Wat we de afgelopen 6 weken hebben gezien, dat mensen zijn gaan partyen, grote huwelijken, verjaardagsfeestjes met tenten over de straat, met band, dansen, bars open, alle betting dingen open. En we hebben echt wel de regering geadviseerd om flink op de rem te drukken. Vandaar die maatregelen, met een strak toezicht door de politie en militairen en alle mensen die daarmee belast zijn, zodat de bevolking even gewezen moet worden van, zo gaat het niet goed. Want die stijging die komt door de contacten die mensen hebben gehad met elkaar. COVID-virus komt niet uit de hemel vallen. Nee. Je krijgt het van een ander persoon als je dus de maatregelen zoals afstand, zoals u en ik hebben, ja, precies. Masker dragen, handen desinfecteren, niet in ruimte gaan die niet goed geventileerd zijn, of je moet daar heel kort blijven. Dat zijn zaken die je in acht moet nemen, helaas. Want wij zijn een volk, we houden van elkaar, we houden van partijen. Maar dat zal de komende tijd even, weet je wel, teruggedrongen moeten worden. In het begin hebben mensen zich echt strak aan de regels gehouden. Maar later merken dat mensen zijn gaan verslappen. En uiteindelijk heeft het net aangegeven, mensen houden feestjes, mensen gaan lekker buiten de stad feesten. Deels te begrijpen, maar het is verkeerd.
Wat vindt u daarvan eigenlijk? Dat uiteindelijk er toch wel een logische verslapping plaatsvindt van het gedrag van mensen. Ja, zo is de mens. Dus als je hem in een kooi zet en je haalt hem eruit, dan gaat hij feest vieren, toch? Ja, precies. Dus het is eigenlijk een soort tegenreactie van mensen. Oh, je zet me in een lockdown on. Dat was die lockdown van 14 dagen of langer. En daarna is het party time. Maar wij gaan moeten leven in een nieuw normaal, wat je noemt een nieuw normaal, tot er een vaccin is. Je ziet ook in Nederland bijvoorbeeld of andere landen. Constant moet de politie gaan om in bars, restaurants, feestjes, zelf feestjes onder die snelweg, de A1, bouwen mensen een feestje. Je gaat echt gedisciplineerd moeten doen. Probeer de nieuwe technologie te gebruiken. Zoom feestjes of drive-by verjaringen. Mensen komen in de auto langs, geven ze een pakketje en ze rijden door. Men moet naar nieuwe wegen zoeken die veilig zijn om je toch ja, te entertainen. Dat is het wat we, die creativiteit, die vragen wij van de burgerij ook. Naast het feit dat ze zich dus moeten houden aan de maatregelen. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van een school die een diploma-uitreiking had. Okay. En ze hebben dat heel creatief opgelost. Ze hadden een tassaband van ongeveer 5 mensen die vooruit drumden. En alle ouders in de auto achter elkaar. Huh. En dan was het dus een drive-thru diploma-uitreiking. Dus dan is er een tafel, zit een docent met een masker op natuurlijk. En de leerling stapt uit, tekent zijn diploma en neemt het mee. Of neemt een kopie mee of whatever. Ja. En rijdt weer weg. Dat is een drive-thru diploma-uitreiking. Ik heb ze echt gecomplimenteerd, want dit zijn die veilig. Nieuwe manieren hoe wij ons leven moeten ordenen. COVID-veilig. En u heeft maandenlang bent u eigenlijk heel voorzichtig geweest, maar eigenlijk kunt u zeggen nu dat u gesprongen bent in de diepte, want u bent de crisismanager. Hoe gaat u om met nu geconfronteerd worden met het virus, eigenlijk heads-on? Ja, dus mijn taak is, eigenlijk ben ik een soort regisseur hoor, op de achtergrond hulp bieden overal waar kan. De human resources, tekort aan verpleegsters en doktoren, dat organiseren met de sector. Tekort aan bepaalde middelen, tekort aan labartikelen. Zorgen dat de voorlichting een beetje opgeboost wordt. En ook de protocollen die nodig zijn voor de heropening van bepaalde sectoren, zoals markten, transportsector, casino's enzovoort, die worden ook door bepaalde werkgroepen gemaakt. Dus sinds ik ben gekomen hebben we dus veel mensen kunnen motiveren om te komen helpen. Echt wel, er zijn veel deskundigen in Suriname, gezondheidsdeskundigen, preventiedeskundigen. En omdat ik al een tijd meeloop in Suriname, kent u ze? Vanaf dengue-epidemieën vroeger, chikungunya, Zika, malaria, ken ik dus, heb ik een groot netwerk aan deskundigen opgetrommeld. En die helpen allemaal met die verschillende facetten die nodig zijn voor de gezondheidszorgbestrijding van COVID. U heeft net ook een aantal uitdagingen genoemd. Welke uitdagingen zijn er nog meer? Want nu bent u echt geconfronteerd met de problemen, de uitdagingen rond COVID-19. Welke zijn er nog meer? Nou, de financiering, want er moet betaald worden. Die verpleegkundigen en alle frontline werkers, die moeten een COVID-toelage krijgen, toch? En er moet betaald worden voor labmiddelen, voor bepaalde medicamenten. Dus we hebben ook een werkgroep die de donorcoördinatie doet. Er zijn veel landen die willen helpen, ja, met middelen kopen of ze geven ook geld. Recent hebben we ook van de Nederlandse overheid een toezegging gehad. Dus dan moeten we al die tekorten, al die benodigdheden listen en sturen. Daarnaast heeft de overheid van ons ook een COVID-noodfonds. En daaruit kunnen dus bepaalde zaken als tekort aan kader, dat kan daarmee opgevangen worden. Okay. Ook de COVID-toelagen. Dus geld, zonder geld kan je geen goede COVID-respons nee, hebben. Helaas niet. Zelf een mediacampagne kost geld. Want de media gaan echt niet gratis die dingen voor je zetten in primetime televisie. Dat precies hebben we gemerkt. Dus het fundraisen en het zoeken naar middelen, dat is dat ook een grote uitdaging. Maar ik denk dat dat wel loskomt nu. Afgelopen weekend hebben we de eerste nieuwe verscherpte maatregel gehad. Dat was een lockdown. Zaterdag eigenlijk mochten we helemaal niet op straat. Bepaalde mensen hebben het toch overtreden, maar daarover gaan we niet praten. Maar wat is het resultaat geweest van deze eendaagse lockdown? Nou, de eendaagse lockdown is een beslissing van de regering geweest, hoor. Want
Ik ben crisismanager onder de minister van Volksgezondheid. Ja. Ik adviseer de minister met het team, het outbreak management team. Yes. Maar op hoger niveau is er ook een crisismanagement team, bestaande uit verschillende ministers of directeuren van departementen en ministers. En die hebben besloten om die eendagse lockdown te doen. Niet om de verspreiding te voorkomen per se, maar om te voorkomen dat mensen gaan partyen. Want ze hebben gezien dat zaterdag eigenlijk de dag is dat men bij elkaar gaat en toch al mag het niet feesten organiseert. Dus om dat te temperen is die zaterdagse lockdown, die eendagse lockdown, afgekondigd. Maar hebben we een verandering gezien in de statistieken? Nou, die ga je niet zo snel zien, hè. De stijging die je ziet op een gegeven moment is het resultaat van het gedrag van de afgelopen 14 dagen. Oh. Omdat de incubatietijd van dat virus is 14 dagen. Dus wat wij vorige week, die maatregelen van de president waren denk ik ingegaan, vorige week vrijdag, dat zullen we dan pas volgende week zien. Okay. Een echte daling, hopelijk. Want op een gegeven moment hadden we echt 100 plus mensen die positief getest werden. Ja, de piek was 131 gevallen. Maar we moeten wel zeggen dat de dagelijkse statistieken geen weergave zijn van wanneer je besmet bent. Okay. Waarom zeg ik dat? Omdat de RGD had pas een tijdje op een laag pitje vanwege acties van het personeel. En die hebben toen niet getest, een aantal dagen. Oh, okay. Dus toen we weer begonnen te testen, begonnen die ooggevallen, die mensen die al een aantal dagen ziek waren, te komen. En zo hebben we veel mensen getest en natuurlijk ook veel positieve gevonden. Dus het was eigenlijk een inhaalslag toen. En ik zie de laatste dagen dat het iets wat afneemt, maar we zijn nog niet optimistisch. Voorzichtig. Pas na 2 weken kunnen zeggen, het heeft geholpen. We hebben een dalende trend. Ja, pas over 14 dagen kunnen we het echt met zekerheid vaststellen. Voordat we starten met het programma, hadden we eventjes een leuk gesprek. En u gaf ook aan, er is toch in de samenleving wat onduidelijkheid over een aantal zaken. Waarmee bent u onder andere geconfronteerd? Nou, mensen hebben allerlei vragen. Waar ik ook kom, beginnen mensen me vragen te stellen. En sommige van die vragen zijn heel goed. En soms zijn er ook ideeën zoals? Dat je denkt, over 14-daagse lockdown. Nou ja, sommige mensen zeggen, laten we 14 dagen lockdown doen, dan zijn we er vanaf. Maar het is niet zo simpel. Het is niet simpel, want de economie maak je kapot in die 14 dagen. En we hebben alles zo fragiele alles economie. Staat stil in die 14 dagen. Ook die mensen die moeten hosselen om van hun huis te gaan, om brood op tafel te brengen voor hun kinderen. Je gaat ze niet compenseren, hoe dan? Dus dat is eigenlijk een no-go voor arm Suriname. Maar er zijn ook andere heleboel vragen die leven onder mensen. En ik had gedacht, weet je, misschien moeten we een keer een paar opbelprogramma's hebben, zodat de mensen alle vragen kunnen deponeren, alle ideeën. En dan kunnen we erop ingaan. Weet je, want hoeveel voorlichting je ook geeft, mensen hebben altijd vragen over. Ja. En voor mij mag iedereen vragen. Er bestaat niet zoiets als een domme vraag. Maar is het wel een beetje vreemd? Vanaf maart zijn we eigenlijk in deze situatie en toch zijn er zoveel vragen. Nou, vanaf maart zijn we met dit probleem, maar de kennis over het virus is ook veranderd. Hè? Ja. In maart, april dacht men, het virus verspreidt zich op oppervlakte. Dus toen hadden ze handen wassen, schoonmaken. Maar nu weten ze, het zijn druppeltjes. Dus nu is de hele wereld aan het mondkap dragen gegaan. Ze hebben gezien, je moet niet in gesloten ruimte te lang verblijven. Nee. Liever openmaken en doorluchten. Afstand houden met de mondkap op. Dus zelf de wetenschap over het virus, is een nieuw virus, elke dag komt er nieuwe kennis bij. Dus wat we zeiden in maart, april, zeggen we niet meer nu. We dachten ook dat mensen veel langer besmettelijk waren. Waarom? Omdat bij mensen zelf al waren ze beter als ze een swab namen, dan konden ze toch virus vaststellen. Dus ze dachten, het virus kan nog overgedragen worden. Maar wat je krijgt als je beter bent, als ze die test doen, is dood virus. Dus eigenlijk is het dood lichaam van het virus wat ze vinden. Je bent niet meer besmettelijk. Vandaar dat wij dat ook veranderd hebben. Als je dus klachtenvrij bent 3 dagen, mag je naar huis. Je hoeft niet meer 14 dagen en 14 dagen plus en nog een swab te doen voor je weggaat. Dus door verbeterd inzicht van de microbiologen en de infectiologen wereldwijd, hebben dus bepaalde dingen al veranderd. Maar eigenlijk ontdekken we elke dag steeds iets nieuws. Ja, dus als je de literatuur opslaat, dan zie je dat er elke dag iets nieuws is. Maar niet alles wat men publiceert is ook waar. Dus daarom heb je dan dat je de WHO volgt, de Wereldgezondheidsorganisaties,
of toonaangevende wetenschappelijke bladen. Okay. Om zeker te weten dat wat er gevonden is ook de waarheid is. Dat is ook een ander aspect dat ik aan u wil vragen. Behalve dat er veel vragen zijn vanuit de samenleving, wordt er ook veel informatie gegeven vanuit een heleboel organisaties en instanties. Hoe moeten mensen eigenlijk omgaan met de hoeveelheid informatie die ze krijgen? Want sommige mensen raken in paniek omdat ze horen van persoon A dit, persoon B dat. En dat ze op een gegeven moment niet eens meer weten, wat moet ik geloven? Dat is ook in het algemeen zo in dit tijdperk van internet waar we leven. Waar ik zeg altijd, internet is een grote vuilnisbelt en jij moet die goede dingen eruit proberen te zoeken. Precies. Dus eigenlijk moet je de overheidskanalen volgen. Als je het echt wil weten, moet je WHO volgen, RIVM in Nederland, RIVM, ja. Of de CDC, of je kan COVID-journaal volgen, of uw programma, als je dus de juiste informatie wil hebben. Want ik kan u zeggen, er is ook veel misinformatie op internet, dingen die echt niet waar zijn. En hoe moeten dan mensen daarmee omgaan? Gewoon die kanalen blijven volgen? De officiële kanaal, want ik krijg ook een heleboel WhatsApps van mensen. Dan is fix goed, dan precies. Is dit goed, dan is dat goed. Van alles is goed. En ik weet bijvoorbeeld dat die dingen niet helpen. Sommigen zijn al bewezen dat ze niet helpen. Dus vooral de officiële berichten uit Nederlandse kanalen, of Amerikaanse CDC, of het officiële programma's, officiële programma's. Volg het ministerie van Volksgezondheid. Stel je vragen. We zullen kijken hoe we de vragen kunnen kanaliseren. Graag. En laat je niet te veel afleiden door mensen die allerlei dingen op de media, vooral social media, verspreiden. Jawel. Een ander aspect ook is dat stukje van hoe moeten we dan eigenlijk in deze tijd omgaan met de new normal? We dragen mondmaskers, mondkappen. We desinfecteren onze handen steeds. We houden afstand. Maar toch eigenlijk merk je dat wanneer bijvoorbeeld onze beste vrienden op bezoek komen, familie, dat we een beetje nonchalant worden. Hoe moeten we met dat stukje omgaan? Want soms vind je wel een beetje vervelend om een hele goede vriend van je toch wel te zeggen van hou afstand, maak je handen schoon. Dat zal wel moeten. Want eigenlijk is iedereen die buiten jou, laten we zeggen, inner cirkel verkeert, is suspect, zelf in je inner cirkel. Is het hard? Ja, want er zijn dus veel huisbesmettingen. En we hebben ook cases gehad van mensen, familieleden die op bezoek komen en positief zijn en de boel besmetten. Dus vooralsnog zullen we daar heel voorzichtig mee omgaan. Familieleden op afstand houden, helaas. Liever buiten op balkon. Afstand, als je in de buitenlucht bent en je hebt genoeg afstand, hoef je geen masker te dragen. Maar zodra iemand op anderhalve meter komt, moet je dragen. Helaas zijn we nu in de fase van de epidemie, dat we zelf met eigen familieleden erg voorzichtig moeten zijn. En hoe gaat het bij de ziekenhuizen? Want je hoort ook een heleboel berichten van dat het aan de ene kant gewoon dat we onderbezet zijn. Dat eigenlijk bijna kan je zeggen, ons zorgsysteem de situatie niet meer aan kan. Wat is de juiste informatie? Dat klopt. We hebben dus te weinig handen aan het bed. Dat is al lang voorspeld, zelfs door dokter Vreden in de tijd, die vanaf het begin erbij is. Maar nu zijn we al heel dichtbij. Ja, maar gelukkig hebben we een beetje weinig mensen opgenomen de afgelopen tijd, dagen. Maar we hebben hulp gevraagd uit Nederland, want we kunnen het niet meer aan. Verpleegkundigen hebben we gevraagd en zaalartsen. Er zijn mensen die, ze draaien nu al 12-urige shifts, kan u voorstellen. Is 12-urige shifts draaien die verpleegster al een hele tijd, die verpleegkundige. En dat is bijna niet vol te houden. Ik hoor een intensivist heeft een 72 uur achter elkaar gewerkt. Omdat er die patiënten kon die persoon niet in de steek laten. Dus de mensen zijn uitgeput. En nadat we extra mensen willen hebben, we hebben al doorgegeven, om ons het werk te helpen verlichten en het team te helpen om een beetje bij te komen. Maar als de infecties toenemen, dan vul je die ziekenhuizen weer, toch? Dus daarom moet de toename een halt toegeroepen worden. Vandaar die maatregelen. En eerlijk, gaat het lukken, denk je? Het moet lukken met die maatregelen, want die maatregelen zijn vrij stringent. Maar de toezicht erop door de politie en zo moet heel strak zijn. We hebben keuren van mensen, we hebben beelden gezien, mensen zijn opgepakt, geloof ik. Ja, ik zag nog een artikel, of ik zag beelden, dat de brug ook afgesloten was gisteren. En mensen die pakweg overachten nog probeerden naar huis te gaan.
Ja, dus die mensen moeten maar in de stad blijven of aan de andere kant. Ja, dus hele strakke maatregelen om mensen te dwingen om zich aan de maatregelen te houden, dat is cruciaal. En ook middels voorlichting de mensen te benadrukken. Er circuleren nou ook beelden van overleden mensen, uitvaart. Dus dat is shocking voor veel mensen. Soms heb je een schrik-effect nodig, ja, dat mensen zich dus een beetje gaan houden aan de maatregelen. Want als de verspreiding zo door zou gaan, dan zouden door mensen in stoelen moeten behandelen, in de gangen, zoals je ziet op televisie uit, ja, andere landen. Er is geen bed, je moet op een stoel blijven zitten. En dat willen we echt niet. Tot slot, heeft u nog een boodschap voor de samenleving? Ik heb al zoveel boodschappen gegeven, maar mijn belangrijkste boodschap is, hou je aan je maatregelen. En vooral de jeugd. Want de jeugd denkt, ach, ik krijg het niet erg. Maar als jij klachten hebt en je gaat je arme moeder besmetten of je vader of je oma en die belandt in het ziekenhuis of overlijdt, hoe ga je jezelf vergeven? Precies. Dus jij moet jezelf beschermen en daarmee bescherm je ook je omgeving. Dat is mijn boodschap, vooral voor de jeugd. Dank u wel, mevrouw Eersel. We blijven in contact, want natuurlijk willen we de ontwikkelingen blijven volgen. Ja. En dan zeg ik nog succes en natuurlijk blijft u veilig. Dank u wel. En u heeft het gehoord, hou aan de regels, want zo kunnen we onszelf en elkaar beschermen. Dit is het voor deze aflevering. Tot de volgende. Fijne en vooral veilige dag verder.